Het is 6 juni en dit is het resultaat na een week of 4 geleden. En je kan zien dat alles behoorlijk gegroeid is. De aardbeien zijn al lekker, zijn erg zoet. Dit zijn de doorbloeiende aardbeien, die zijn wat later, maar die komen zo meteen ook heel goed. De bietjes doen het goed. Nou, dit zijn de blauwe bessen en je ziet ze al zitten. De blauwe bes die doet heel erg zijn best om toch veel best te dragen. Dat doet hij ook goed. De kolen die we vorige keer geplant hebben en de uien, of de prei en de bonen, de spersiebonen, zijn allemaal opgekomen. Inmiddels heb ik stokken voor de pronkbonen staan. Dus daar wil ik van die mooie pronkbonen tegenaan zetten. En daar kun je nu zien dat de tuin al behoorlijk gegroeid is. De kolen die zijn echt kolen aan het worden. En de bonen staan er goed bij. Rucula. Ik heb daar heel veel dillen staan. Ik heb daar heel veel pak soi, Chinese kool. Veel lavas, magiekruid. En alles door elkaar heen in rijen. En dat doet het heel goed. Hier zien wij artisjok, heb ik gezaaid. Is een tweejarige plant, dus die ga ik dit jaar in het grond zetten. En dat is voor volgend jaar lekkere artisjok eten, hoop ik. Dit zijn Afrikanen. Nee, sorry. Dit zijn Cosmos bipinnatus. Een heel mooi plantje waar je de bloemen heel goed van kan eten. Dit zijn Tagetes Afrikanen. Dit is Tropeolum majus. En dat is Oost-Indische kers. Daar kun je de bloemen ook heel goed van eten. Hier staat het ook. Daar zit slaapmutsje in. Dat is een heel mooi plantje. Daar kan je ook de bloemetjes goed eten. En de Tagetes weer. En de Tagetes, de Afrikaan, die plant ik tussen alle groenten zometeen. Want die ruiken heel sterk. En de insecten die komen zometeen massaal hier ook al wel op af. En heel veel insecten hebben een hekel aan de geur van Tagetes. En ze zijn ook nog erg goed, want ze gaan de aaltjes tegen die in de grond zitten. Die bestrijden ze gewoon. Dus, en het is leuk, want dan is het straks ook een beetje oranje, rood. Ja, mooi gekleurd. Dus dan wordt het een mooie tuin. Hier hebben we een mixje van allemaal verschillende slasoorten. In het begin heb ik die gewoon geplant. Dat is nu een week of 4-5 geleden. En die zijn nu hartstikke klaar. Dit is lekker van het eikenbladsla. En hier staat de rabarber. En daar staat een hele mooie wijnbes. Japanse wijnbes heb ik geplant. En ik heb ook wat bramen en dergelijke geplant. Diverse bramensoorten langs het hekwerk. Ja, dit wordt ook weer een feest. Probeer zo divers mogelijk dingen neer te zetten. Er staat een knolvenkel. Er staat selderij, er staat lavas. Ja, en dat mag hier met z'n allen wel groeien. En de braam die komt er wel achterlangs. En wat mij voornamelijk ook goed doet, is dat ik niet zo heel veel werk heb. Want wat we hier gedaan hebben met die korrels, dat kan je bij het bed van aardbeien heel goed zien. Hier groeit dus bijna helemaal geen onkruid. En dat komt door die tarwekorrels die we erop gestrooid hebben. En mensen, neem van mij aan, als het langste dag is, dat is dus 21 juni, dan houdt de groeiperiode op voor het hele noordelijke halfrond, zeg maar. En dan gaan de planten gaan dan in de bloeiperiode. Dat wil zeggen, dan groeien ze bijna niet meer. En als je dus tijdens met de langste dag alles goed onder controle hebt, bijna geen onkruid in je tuin, ga je met een gerust hart op vakantie gaan, want dan komt er ook niet veel meer onkruid. Dat is de hele truc. Langste dag is een heel belangrijk gegeven.